Het is mistig op de toekomst als Ajax zich met Robert Muric van Jong Ajax, maar zonder Deli Sinkgraven, die apart traint, voorbereidt op de wedstrijd tegen Excelsior. Gelukkig voor de boer is Lasse Schöne er gewoon bij, want die heeft nooit last van mist. Penalty niet, andere dingen wel. Want vorige week schoot Schöne in Groningen een strafschop feilloos binnen. Schöne mocht hem nemen omdat de vastenemer Godelje de penalty ervoor miste. Ja, klopt, ja. Tegen Feyenoord. Die ben ik eigenlijk al vergeten. Want als je het toen... Geeft niet. Ik leed net een paar centimeter door, waardoor je lichaam naar achter gaat. En ja, je weet wat er gebeurt als je lichaam naar achter gaat en je moet schieten. Dan gaat die de tweede ring in. Ja, precies. En dus lijkt de penalty-hiërarchie na de misser van Godelje en de in de basis teruggekeerde Schöne veranderd te zijn. Dus als jij zondag speelt en komt de penalty voor Ajax, neem jij hem dan? Dan neem ik hem. Nee, kijk, wij bespreken dat altijd op het veld zelf. Als Lasse zich op dat moment goed voelt. Ja, Lasse weet nu al dat hij zich goed voelt, hoor, zondag. Dat denk ik ook, ja. Een penalty van Schöne is meestal een zekerheid. Doelpunten zijn dat in thuiswedstrijden de laatste tijd niet altijd. En er komt nu Excelsior op bezoek. Denk jij dat zij hier komen om te voetballen? Of komen ze met de bus uit Kralingen en parkeren ze die bus ook vervolgens op het veld van de Arena? Ik denk het tweede wat je zegt, dat zij parkeerde bus-tactiek gaan gebruiken. Nou, voor ons is het belangrijk dat wij snel de goal maken. Ja, en ik denk als je snel de goal maakt tegen Excelsior thuis, dat je dan een mooie score tegemoet ziet. Dus de manier om een Rotterdamse bus weg te slepen? Precies.